Hallo, het is vandaag dinsdagochtend. Het is geen maandag, maar goed. En ik ga weekvloggen. Ik ben nu even Jamie aan het uitlaten. Is daar. Deze week gewoon even weekvloggen om te kijken hoe dat is. En of het leuk is. En of jullie het leuk vinden. Weet je, niks meer gedaan met YouTube en zo. Maar ik wist het eigenlijk wel. Dus ik ga gewoon weer beginnen. Sorry voor mijn ochtendgezicht trouwens. Hey, Jamie is hier. Hoi Jamie. Ik heb grammatica tentamen volgende week maandag. En daar ben ik wel een beetje druk mee aan het leren. Omdat ik gewoon, grammaticaal ben ik best wel sterk, maar in toetsen niet. Dus ik wil me wel goed voorbereiden. En verder ga ik vandaag nog sporten. Zoals elke dag eigenlijk. En voor de rest heb ik niet zo heel veel te doen. Ja. Het is inmiddels kwart over vijf. Het is al best wel een stukje later. Nu nog even Jamie uitlaten en dan ga ik daarna naar sporten. En Daan die is vandaag bij een vriend in Rotterdam. Of daar is hij net heen. En ik heb dus een avondje voor mezelf. Dus ik ga denk ik wat lekkers halen. Ik heb eigenlijk gewoon geen zin om te koken of wat dan ook. Op bezoek. Ik kwam even soepje eten. En ik heb nu nog honger, dus ik ga nu gewoon even wat broodjes smeren. Maar we hadden het best wel over een interessant onderwerp. Al na die documentaire, zeg maar, waar ik aan heb meegedaan. Dat opeens veel meer mensen hun verhaal vertellen. Openbaren van, ik ben ook misbruikt. Met die hashtag MeToo. Weet je wel, het is echt een soort van hype. En er zijn ook een aantal bekende Nederlanders die zeg maar in talkshows hebben verteld dat ze misbruikt zijn. Afgelopen week was dat Jelle Brandt Corstius. Die zei dat die vertelde dat hij verkracht is 15 jaar geleden door een producer waarmee hij werkte. Zie je dat eerst in De Wereld Draait Door, zie je dat hem vertellen en dan later... wordt de vermeende verkrachter, zeg maar, die komt zijn verhaal vertellen in Pauw. En het is eigenlijk wel, ja, best wel opmerkelijk wat er allemaal gebeurt omtrent dat onderwerp. En er komt ook weer een tv-programma van, waar Geraldine van Kemper ook, die Geraldine van Kemper presenteert. Over verkracht of niet. Ik vind het echt een vreselijke titel. Ik had ook met mijn moeder dus over van wanneer ben je nou inderdaad verkracht of niet. Want het kan zijn dat die Jelle Brandt Corstius, dat hij in zijn herinnering heeft van hey, ik heb dit helemaal niet gewild. Maar dat die meneer, volgens mij die Gijs van Dam, dat hij geen geweld heeft gebruikt en hem niet heeft gedwongen. Maar toch voelt hij zich misbruikt. En dat komt in dat programma van verkracht of niet ook aan bod. Van, mijn moeder vertelde over een ex-vriend die dan bleef slapen bij een meisje. Omdat de trein niet meer reed of zo. En die bleef dus slapen bij zijn ex-vriendin. En
omdat de bank niet zo lekker lag, duikte hij bij haar in bed. En daardoor dacht hij dat ze daarmee bedoelde, kom, we hebben seks. Mensen kunnen zich verkracht voelen, terwijl degene met wie ze die ervaring hebben, het eigenlijk helemaal niet naar bedoeld heeft. Of zelfs niet doorhad dat diegene het niet wilde. Dus ja, dat houdt me eigenlijk wel een beetje bezig vandaag. Dus ik ben een beetje over het nadenken en zo. En ik ga nu in ieder geval even lekker lunchen. Met broodjes. Yes! Er zit ook nog weinig vet in. Dat had ik echt niet verwacht. Lach je nou? Ja, op zich best wel duidelijk, maar ze hebben eens zo'n speciale koelkast. Het is voor vieten dingen, hè? Daar lacht hij. Oké. Okay. Courgette, paprika, broccoli, spinazie, sperzieboontjes. En dit is. Er staat soja op, maar het is gewoon eigenlijk een soort van kaasachtig iets. Lekker. De stad rondgelopen. Ik denk echt iets van 2 uur of zo. Echt heel lang. En toen heb ik daarna weer eventjes, zeg maar, wat nieuw geleerd voor mijn toets. Maar ik heb nog wel wat leuke dingetjes meegenomen. En vooral zijn dingetjes voor mijn moeder. Zo echt, trouwens echt kut licht. Vooral wat dingetjes voor mijn moeder gekocht, omdat ik gewoon opeens allemaal leuke dingen zag. Ik dacht van, dat vindt zij vast wel leuk. Dus ik zal het morgen even laten zien. Want het is nu echt crappy licht. En ik heb me net klaargemaakt voor het uitgaan. Ik ga met vriendengroepie uit. Ik heb dit aan. Ik kan het echt niet goed zien. Het ziet er echt niet uit zo. Maar dit is zeg maar een bordeauxrood hemdje. Met een rokje. En ik heb hier 2 armbanden. Goedemorgen. Ik heb zoveel tegenlicht nu. En ik film met mijn mobiel, dus ik weet niet hoe de kwaliteit gaat zijn. Ik ben net wakker. Nou, ik ben even naar mijn moeder toe lopen. En dan ga ik even haar de kleren brengen die ik gisteren voor haar heb gekocht. En het is echt ineens super lekker weer. Gewoon helemaal blauwe lucht. Zonnetje. Het is eigenlijk gewoon veel te warm voor mijn winterjas, maar het is wel lekker. Het is een wonder dat ik nu al zo vroeg wakker ben. Nou ja, vroeg. Gisteren waren we om 4:30 thuis. En het is nu denk ik 11:00 of zo. En ik voel me helemaal niet moe, dus dat is hartstikke chill. Ik ben bijna bij mijn moeder. Dus ik zie jullie daarna wel weer. Goedemorgen. Zo, ik heb echt een ochtendstem.
is vandaag maandag. Het is de dag van mijn toets. Ik heb gisteren niet gefilmd, omdat ik gewoon de hele dag aan het leren was. En ja, het was gewoon niet zo bijzonder. Nu 8:35. En om 11 uur is mijn toets, dus ik ga zo een beetje make-up erop gooien. En dan ga ik richting de bus lopen. Spreek jullie wel weer naar de toets. Oh jongens. Dat is erg. Ik ben dus net wakker geworden. Ik heb echt best wel lang geslapen. Zo vermoeid. Ik rond 1 uur thuis en toen heb ik even gegeten en toen ben ik al in slaap gevallen. Dus ik ga even vertellen hoe het was gegaan met het doet. Het is oké gegaan. Ik heb wel een paar domme foutjes gemaakt. En aangezien je maar 5 fouten mocht hebben, is het een beetje gissen of ik wel of niet gehaald heb. Ik denk zelf net niet. Ik zit in ieder geval wel dichtbij. Tenminste, dat zeg ik mijn gevoel nu. Maar ja, nu gewoon wachten op de uitslag. We hebben net boodschap gedaan en ik wilde even laten zien wat we gekocht hadden. We hadden eerst diepvriesdingetjes, soepgroenten en aardappelballetjes. Deze zijn echt heel erg lekker. Pitloze witte druiven, die waren in de aanbieding. Liga appel. Deze zijn vegan. Ik vind ze wel iets saaier dan de muesli variant, maar ja, nee, het is niet anders. Kakelingen. Echt een huge zak met wortelen. Nou, verder nog 2 van deze brokken voor Jamie. Dit zijn de weekboodschappen trouwens, dus het is best wel veel. Winegums. Mini focaccia broodjes. Deze zijn sinds kort vegan. Normaal zat er iets van, ik weet niet, boter in of kaas of zo. Maar deze zijn dus helemaal vegan. Met geroosterde paprika. Super lekker, denk ik. Meergane triangles. Oreo's crispy and thin. Deze is met chocoladepudding. Super lekker. Belgische pure chocolade rijstwafels. Van Sonnatura. Nou, een beetje de basic dingen. Brons, boterhammenworst, spaghetti. Oh ja, deze vind ik ook heel lekker. Dus Italiaanse roerbakgroenten, cavolo nero en castagne champignons. Een soort van Italiaanse boerenkool. Maar dat slinkt niet zo, dus het wordt eigenlijk heel knapperig. Vrij. Een paar blikken, een paar potten tomatensaus en zuursaus, macaroni, Italiaanse roerbakgroenten, sinaasappelen, popcorn, haverkoekjes met krenten. Ik heb deze nog nooit gegeten. Chippies, cola, overgebakken granola, 5 chocolade en pitjes. Ik ben echt heel erg benieuwd naar deze. Normaal eet ik Eat Natural granola. Maar deze leek me heel erg lekker. Vooral de combinatie met chocolade en vijgen. Bananen. 3 Alpro Go On. Dat vind ik echt de lekkerste op dit moment. Daan heeft romige pompoensoep. Maar ik lust geen pompoen. Dus ik heb kruidige tomatensoep. Broodje. Oh, dat brood is trouwens echt helemaal lelijk geworden. Oh, ik zit te lullen tegen iemand die zijn oortjes in heeft. Handig. Chocoladehagel. Doperwten. Sweetcorn. Heel veel, joh. 2 pakken rijst. Maaltijdpakket Kip Siam. Natuurlijk gaan we die gewoon vegan maken. Er is dus nu Vega Fit bij de Albert Heijn. Die is nieuw. Oké. Okay. Volgens mij zijn ze allemaal vegan. Gehakt schijf.
en Gordon Bleu. Vooral de Gordon Bleu word ik zo blij van. Met nepkaas en nepham. Oh jongens, hier word ik zo blij van. Ze zijn wel, ze zijn redelijk aan prijs. Had ik iets goedkoper gekund. Maar ze schijnen heel lekker. We hebben nog van Garden Gourmet. Gegrilde stukjes. Schnitzel. Hamburger. En Daan die is niet vegan meer. Volgens mij één burger is vegetarisch en die eet hij dan. En dan eet ik de veganistische variant. En dat waren eigenlijk al onze boodschappen. Het is best wel veel, moet je zien. En er zitten ook nog een paar dingen in de diepvries. Dus, dat is best wel veel. En degene die geïnteresseerd zijn, dit was €65. Dat vind ik best wel meevallen. We hebben nu de zelfscanner gebruikt. En dat is echt heel handig, want dan heb je gewoon echt goed op een rijtje hoeveel je uit hebt gegeven en hoeveel je nog kan uitgeven. Het is het einde van de weekvlog. Ik hoop dat je het leuk vond. En super bedankt voor het kijken. Als jullie meer weekvlogs willen zien, laat het mij dan weten. Dan ga ik ermee door. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!